In deze video zal ik jullie laten zien hoe ik deze mond- en neusmasker heb gemaakt. Allereerst zorg dat je dubbellaags stof hebt. Knip je papieren patronen uit. Leg deze op je stof neer en trek deze over met een krijtje. Zo ziet het er dan uit. Zorg ervoor dat al je streepjes van je patronen staan aangegeven op je stof. Nu is het tijd om je patronen uit te knippen. Nu is het tijd om al je vier patronen te gaan lokken. Dus waar mijn vingers langs gaan, langs de bogen, mag je gaan lokken. Mochten je lijntjes zijn vervaagd, dan is nu het moment om deze nogmaals opnieuw toe te voegen. Hetzelfde geldt voor de achterkant van je pand. Het is nu tijd om te gaan stikken. Zorg ervoor dat je dat middenstukje niet dichtstikt. Van dit pand kun je het hele gedeelte dichtstikken. Zo ziet het er dan uit. Het middenstuk blijft open. Want het is de opening waar je later je filter in zult stoppen. Je voorpand is helemaal dichtgestikt. Nu is het tijd om deze naden open te gaan persen. Van zowel het voorpand als het achterpand. Zo ziet het er dan uit. Het is nu tijd om beide panden op de goede kant op elkaar te gaan leggen. Zet de bovenkant van je pand vast met een speldje, zodat deze niet kan verplaatsen. Het is nu tijd om de elastiek te gaan plaatsen. De gangbare maat is ongeveer 16 cm. Mocht je hoofd iets groter zijn, knip hem dan ietsje langer af. Mocht je het masker willen gebruiken van een kind, dan kan je hem ietsje korter maken. Dit is een beetje priegelwerk, maar kijk goed wat ik doe. Je hebt als goed dus je lijntjes aangeven. En op dit punt kun je dus je eerste elastiekje vastzetten vanuit de binnenkant. Thank you.
doe nu hetzelfde aan de andere kant. Zo, dan zijn we nu klaar met de elastiek. Op alle punten staat de elastiek vastgelegd. Nu gaan we het patroon helemaal rondom vaststikken. Het moet er dan ongeveer zo uitzien. Verwijder alle spelden en knip de hoekjes weg van je stofpanden. Ook aan de bovenkant van je patroon, waar wat overtollig stof zit, mag je een stukje van wegknippen. En voilà, je masker is klaar. Het is nu tijd om deze om te gaan draaien en plat te strijken. Hier is de masker al mooi plat gestreken. Dit is de opening. Hier kun je een servetje plaatsen wat dient als een filter. En hier is het eindresultaat. En hier zie je nog een aantal maskers die ik voor mensen heb gemaakt. Mensen weten namelijk dat ik kleding maak. En zodoende hebben meerdere mensen mij gevraagd of ik maskers voor ze wilde gaan maken. Mocht je zelf niet kunnen stikken, dan zal ik onderaan in deze video een link plaatsen. Waar je de masker kunt aanschaffen. Zoals je ziet, een filter aan de binnenkant. Om een servet te kunnen plaatsen wat dient als een filter. Hartstikke bedankt voor het kijken. Ken je mensen die wel kunnen stikken? Deel dit filmpje dan zoveel mogelijk. Be safe, blijf binnen en hopelijk tot de volgende keer.